En daar bijna 0-3. Jansen. Chiffaut. Met de Verkruijsen voor zich. Mooi van Chiffaut. En bijna een aandoelpunt, omdat die bal nog raakt, was Gudjonsson. Weggetrapt door Van Meer. De hoekschop via Verkouteren, weer een voorbeeld van toewijding en werkkracht. We zijn in de laatste minuut vrijwel van deze eerste helft helemaal gedomineerd door Anderlecht. Berghem is er vrijwel niet bij te pas gekomen. 0-3. Gudjonsson en dan Krnčević. Tweede doelpunt dus van Edi Krnčević. 1 minuut voor het rustsignaal. Brengt hij de stand op 0-3. Verkouteren achter de bal. We spelen 18 minuten. Chiffaut. Verkouteren weer. Intussen is bij Berghem Van As vervangen door Nardus. Tweede wissel al Krnčević, Gudjonsson en 0-4. 0-4 en pas het eerste doelpunt van Arnór Gudjonsson en die is daar erg blij mee. Want daardoor vergroot hij de kans om topschutter te worden in deze competitie. 18 minuten gespeeld. 0-4 met het hoofd gemaakt door Arnór Gudjonsson. En dan Anderlecht met Pier Jansen. Imber, een Turk speelbal op Everaert, maar Krnčević zit ertussen en die scoort 0-1 in de zesde minuut. Een fout dus van Imber of Imber, zoals u wil. Krnčević had dat goed doorzien, sneller op de bal dan Everaert. Hij brengt Anderlecht op voorsprong, Edi Krnčević. Van Tichelen zoekt en vindt Verkouteren. Voorzet, Krnčević en 0-2. 21 minuten gespeeld. Anderlecht staat 2-0 voor van Tichelen. Met een goede opening op Verkouteren. En daar komt Krnčević, zijn tweede goal. 0-2, halfweg de eerste helft. Onopzettelijk kansspel van Gooivaerts. Colli en dan Munaro. We gaan naar de tweede helft. We zijn helemaal in het begin van die tweede periode met Verbruggen naar Imbert. Gooivaerts ontwijkt Munaron, scherpe hoek, 1-2. Helemaal in het begin van de tweede helft. Van Tichelen raakt die bal een beetje ongelukkig. Gooivaerts ontwijkt Munaron en schuift de bal dan koelbloedig binnen. Andersen, Anderlecht op papier met vier spitsen. Gudjonsson, Krnčević, Nidis en Lozano. Wat slagvaardiger ook dan de laatste weken. Met hier een enorme kans op 1-3. Gudjonsson. En dan een terugspelbal die Everaert bijna verrast. Adriaans. Colli in duel met Van Tichelen. De kans op de gelijkmaker, maar ook dat gaat niet door. Het blijft 1-2. Jet krijgt hier een hoekschop, maar die levert niks op. Hoekschop aan de overkant via Verkouteren. Kopbal van Jansen. Dan Gudjonsson. Redding van Everaert. Het was een evenwichtige tweede helft. Hier Grun. Nog een keer Grun. En Everaert opnieuw zijt met enige moeite. Weer zo'n ongelukkige terugspeelbal waar Krnčević van profiteert. Doeltrap zegt de scheidsrechter op aanwijzing van de lijnrechter. Krnčević protesteert en krijgt daarvoor geel van scheidsrechter Goris. Nog altijd 1-2. Jet neemt wat meer risico's. En daar zal Anderlecht van profiteren. Helemaal in de slotfase van de wedstrijd. Verkouteren.
Geen buitenspel van Kurnčević. En zo wordt het 1-3 in de laatste seconde van de wedstrijd. Adriaans raakt die bal nog, maar kan hem niet stoppen. Jet Anderlecht 1-3 met 3 goals van. Anderlecht, où l'on ne désirait pas trop parler hier soir, parviendra in extremis à éviter la défaite sur son terrain grâce à un but de Kurnčević. Anderlecht blijft hoekschoppen afdwingen. Over counter weer binnen draaien. De bal Kurnčević. En nu gaat hij tegen de netten. 0-1, 33e minuut, tweede helft. Grote vreugde natuurlijk bij Anderlecht. Kijk maar. Weinig doelkansen in de tweede helft. Wel druk en dan de hoekschop van Verkouter en een bal met bijzonder veel effect. Kurnčević